Hallo kijkers en terugkijkers, goed nieuwe video van K-Agent Carrière Mode. En dit kan mogelijk de laatste aflevering zijn. Ik had gezien dat deze serie veel minder ontvangen wordt en de meeste mensen kijken toch enkel voor Minecraft. Dus kan ik misschien deze serie ook stoppen. Maar het hangt misschien ook een beetje af van jullie, want laat het even in de reacties weten of jullie deze serie nog verder willen zien of ik er nog mee moet gaan stoppen. Dus het zou maar zo kunnen dat dit de laatste aflevering is. Ik heb hier nog een pot van PSV op wat vaas. Ik ben hem nog niet van plan om te gaan verkopen. Wie ik eigenlijk wou kopen is Elgazi. Net om te kopen, ja. Ik kan nog eens een beetje aanpassen. Zo. Oké, daar gaan ze mee akkoord. Nu nog voor zijn salaris onder andere. Welkom bij ons team allocatie. Wedstrijd tegen Stondaar. Ik verwacht wel winst. Het is... net 2-1. Zien wat het wordt. Ik denk dat we dit wel moeten winnen. 3-0. Dat is mooi. De volgende wedstrijd is tegen Charleroi. Daar ga ik mijn andere helft al voor gebruiken. 1-4. Traoré is nu 75 algemeen geworden. We staan eerste. We staan weer eens eerste. Anderlecht staan nu tweede. En laatste staat Moes Groen. Ik heb er wel een goed gevoel over. Iedereen winst. Ik ben van plan om misschien Bruin ooit naar Gent weer te halen. Want misschien weten jullie het niet, maar de Bruin is geboren ergens in de buurt van Gent. Dus het zou wel leuk zijn als hij zijn carrière bij Gent zou kunnen afsluiten. Eigenlijk is hij zijn carrière begonnen bij Genk. Maar dan kan hij bij Gent dan misschien afsluiten. Aflopen zullen negeren. Oké, welkom in ons team. De halve finale tegen Club Brugge gaan we spelen met een B-elftal. Hopelijk vind ik dat niet zo erg. Ah, het is 1-2 voor Brugge, helaas. Nog een speler die omhoog gaat. Oeh, zo te waarig. Verwacht wel winst. En dat doen we ook. Met het kleinste verschil. Tegen Waasland-Bever kan ik misschien even mijn B-elftal nog eens gaan opstellen. En dan spelen zij ook nog eens. En dat is net 2-1. En dan is het A-elftal weer meer fit voor de volgende wedstrijd in de Europa League. Dit zijn de wedstrijden. Brugge moet tegen Leverkusen en Anderlecht tegen Real Betis. Ajax heeft 1-1 gelijk gespeeld tegen AC Milan. We zien wat het wordt tegen Schalke 04. Ah, het is net 1-1, maar Boyata is wel geblesseerd, zie ik. Dat is wel een oef. Tegen Moes Groen, ze staan laatste, net had ik nog gekeken. En winnen met 0-5, maar de Smet is wel geblesseerd, helaas. Oh, we winnen met 1-2 op Schalke. Dat is mooi. Dit is mijn goal van Elgazi. Een goal van Schalke en dan nog een goal van Praat. Hoe nu moeten we tegen Club Brugge spelen? Ai, is altijd lastig. En we winnen met het kleinste verschil. De volgende wedstrijd in de beker tegen Brugge nog eens. Als ik nog een seizoen kom, dat ik dan een extra keeper ga kopen. Nu in de beker, liggen we eruit of niet? Ah, we winnen wel met 0-1, maar we liggen er helaas uit. Maar dat de andere wedstrijd nog, hadden we nog verloren met 1-2, dus daarom liggen we er weer uit. Hoe Anderlecht komt voor de vloer en is of wij gaan naar Anderlecht.
In Anderlecht spelen we. Ik hoop op een gelijkspel, zou mooi zijn. Oh nee, dat is ook zelfs beter. Jammer van die rode kaart, maar 1-2 voor ons. LKC scoort wel in een belangrijke moment, heb ik gemerkt. Dus misschien was het ook goed om hen te kopen. Maar ik denk dat ik dan hier de video ga afsluiten. Dus het zou kunnen dat dit de laatste aflevering was. Dus hopelijk hebben we nog genoten van deze aflevering. Vond je het even leuk, deze serie? Laat even weten in de reacties. En ja, misschien wil je mijn andere FIFA-serie zien. Laat het dan ook weten. Dus doei!